Hallo liefste Steenbok, mijn naam is Gail en welkom op jouw wekelijkse lezing. Voordat ik overga naar de tarotkaarten zelf, geef ik graag een tiental minuutjes, kijk ik eventjes wat er specifiek gaande is op astrologisch vlak momenteel. Ik kijk algemeen en dan specifiek voor jou ook. En daarna hop ik over naar de tarotkaarten zelf. We hebben er een kat bij vandaag, gratis en voor niks. Weet dat deze lezing goed is voor Steenbok, zowel in zon, ascendant als eventueel ook maanteken. Ik ga hem geen aandacht geven en dan blijft hij wel vanzelf weg. Dat kun je best doen. Oké, hij ligt neer. Ik had het deze week heel graag gehad over één specifieke transit die een beetje onderbelicht momenteel blijft. Omdat het een zeer drukke maand is op astrologisch vlak. We hebben net de eclips gehad. Net een eclips gehad op de 8e april. We gaan nu naar de zwaarste transit van het jaar toe op 21 april, wanneer Jupiter samenkomt met Uranus. Dus heel zware beladen energieën. Continu is er wel iets astrologisch aan het transiten. En dan denk ik die hele krachtige transit momenteel van Mars, die samenkomt met Saturnus, blijft zo wat onderbelicht. Dus daarom wil ik het er vandaag eventjes over hebben. Nu. Die transit was viertal dagen geleden, stond hij op zijn hoogste punt. Dan stonden de planeten Mars en Saturnus volledig, ik zal maar zeggen, bijna op elkaar. Conjunct noemt het op astrologisch vlak. In het teken van vis op 14 graden. Nu, dat is ongeveer een transit die om de 2 jaar wel voorvalt, maar niet in het teken van vis. En daarom is die wel speciaal. De laatste keer dat die volledig dezelfde transit was, moeten we terugkijken naar het jaar 94. Tussen 94 en 96 hebben wij de volledigezelfde transit gehad. Dus als je eens terug kan kijken voor jezelf, moet je maar eens zien wat er toen gebeurd is in jouw leven, als je dit nog weet. Dan ga je diezelfde energieën nu tijdens deze transit terug kunnen hebben. Nu, ja, Mars, de planeet van actie en vooruitgang en passie en gedrevenheid, maar ook van agressiviteit en oorlog. Hè. Als die dan samenkomt met Saturnus, en Saturnus is gewoon de tegenpool. Saturnus houdt van structuur, de planeet van grenzen ook bepalen. Saturnus wordt vaak gezien als de wijze man. Dat is de Mr. Miyagi van de planeten. Hè. Mr. Miyagi van Karate Kid denk ik dan altijd aan. Wax on, wax off, voor diegenen die die films nog kennen. Die houdt van structuur, die houdt van plannen maken, die houdt van pragmatisch te zijn. Dus dan kan je wel zeggen dat die twee planeten volledig tegenovergestelde polen zijn, hè, als die samenkomen. Dus vandaar uiteindelijk wel vrij praktisch hoor. Krachtig tenminste hoor. Mars wenst vooruitgang te boeken, actie te ondernemen. En dan botst hij als het ware op een muur van Saturnus, die hem wat tegenhoudt. Omdat Saturnus zegt, nee, ik wil hebben dat je wat meer oplettend bent en dat je wat meer de puntjes op de i zet. En ik wens dat jij wat meer je grenzen aangeeft ook. Ik wens dat je ietsje voorzichtiger bent. Dus ja, Mars vindt dat eigenlijk niet zo leuk. Dus dat zijn zo wat keerzijden daarvan. Hè. Op mondiaal gebied, een heel mooi voorbeeld van deze transit, hè, is de... Herinner je nog het containerschip die tegen die brug gevaren is in de United States, in Baltimore? Dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe de astrologie kan samenkomen hier op aarde. Dus Mars is eigenlijk het containerschip, die wenst vooruit te gaan, hè, en waar je ook niet snel kan afremmen. Het enige wat zo'n containerschip direct kan afremmen of kan doen stoppen, is een blokkade. Wat is nu net die blokkade? Dit was deze brug, hè. En deze brug staat voor een structurele brug, structuur, Saturnus die opgebouwd is en die eigenlijk het containerschip in zijn varen tegengehouden heeft. Dat is een perfect voorbeeld. En het was dan ook een schip het was op water. En vis, het heersende teken daarvan is Neptunus. Is in mythische mythologie, is de god van de diepe zeeën. Hè. Neptunus stond altijd met zijn vork, hè, met zijn drietand. De heerser van de diepe zeeën, de Atlantische zeeën, de grote oceanen. Dus ja, als je dan alle drie samenbrengt, hè, dit schip op water die tegengehouden werd door een brug, perfect
voorbeeld van hoe dit op wereldvlak kan voorvallen. Nu, in ons leven heeft het wel een mooie connotatie ook. Het is een transitie of een transit waarin wij een mogelijkheid kunnen krijgen om bepaalde acties en beslissingen meer te gaan ondernemen op een gedisciplineerde, gestructureerde en ook wijze manier, die wijze manier van Saturnus. Dus dan denk ik dat dat wel een meegenomen boodschap is. De keerzijde daarvan, zoals ik al zei, elke transit heeft een schaduwzijde. Deze schaduwzijde zal eerder zijn, is dat je wat frustratie kan oplopen. Hè? Waar dan jij wenst dat bepaalde zaken waarschijnlijk wat sneller vooruit gaan, kan Saturnus u wat tegenhouden. Hè? Dat is Mars die wenst vooruit te gaan, en Saturnus houdt hem wat tegen. Dus in ons leven kan dat wat frustratie teweeg brengen, omdat bepaalde zaken niet snel genoeg gaan. Bijvoorbeeld naar uw zin. Die frustratie kan hem ook wel uiten in agressie. Vergeet niet, Mars is de planeet van agressie en oorlog. Hè. Ik zeg nu niet dat jij oorlog zult maken met iemand, maar je kan verbaal wel wat agressiever worden daardoor. Of nog wat meer gefrustreerder worden, zodanig dat je dat uit ook tegen mensen die kortom rond je staan, bijvoorbeeld. Of op het werk, of gelijk wat. Dus let daar gewoon nog op, zou ik zeggen. Vergeet niet dat Mercurius ook nog in retrograde is. Hè? Dus dat is een energie die wij ook nog voelen. Wij begrijpen elkaar soms niet 100%. Het geschreven woord is ook momenteel wat moeilijker. Mails zijn wat moeilijker inbegrijpbaar. Dus als jij iets wenst te implementeren, denk maar op jobgebied dan met je collega's en iets loopt stroef en iets gaat niet snel genoeg vooruit, ja, is de link snel gemaakt dat je kunt frustratie uitwerken op je collega's of de mensen rond je enzovoort. Dus let gewoon een beetje op, daarvoor zou ik dan aangeven. Nu, aan de andere kant ook, je kunt voelen dat je gewoon vast ook zit. Hè? En dat is dan Saturnus die zijn werk doet. Dan krijg je de mogelijkheid momenteel van Mars ook om vooruit te gaan en te creëren. Hè? Mars zegt, ja, je mag creëren. En Saturnus zal zeggen, ja, je mag creëren, maar op een gestructureerde manier. Ja? Ik zie het een beetje als een soort van een rapport. Hè? Waar we eens kunnen overlopen wat we allemaal al gedaan hebben. En met een rode pen bepaalde verbeteringen kunnen aanbrengen. Hè? Zie het als die structuur, die basis wat meer gefundeerder maken. En dan kan je terug vooruit gaan. Belangrijk dat je weet... Deze energie, het zwaarste hebben we nu momenteel. Hè. En het zal beginnen uitdijnen tot en met begin mei ongeveer. Maar die energie, die ondersteuning van Saturnus zal voor de volgende 2 jaar wel zijn. Dus gelijk wat project jij ook start in jouw leven, weet dat die ondersteuning, die structurele ondersteuning daar wel is. En die mooie actiegedrevenheid van Mars, die gedrevenheid dat ook niet opgeven. Dat is een belangrijk woordje voor de volgende 2 jaar, is dat jij niet opgeeft. Die is daardoor wel aanwezig. Hè. Voor jullie, liefste Steenbok, had ik gezien dat jullie derde huis wordt belicht. Dat is zo het huis voornamelijk van communicatie. Ten eerste, ik denk dat jouw relaties met jouw familie wel wat kunnen getest worden momenteel. Dat is één dat ik zal meegeven. En ook je relatie met jouw buren kan eventueel veranderen, want door de verschillende andere transits te samen momenteel nu, wordt jouw vierde huis ook belicht, hè? Jouw huis van familie en van buren. Jouw communicatie, hoe je je uit, kan gewoon meer aandacht gaan krijgen. Ik denk dat je een beetje meer zal stilstaan met hoe dat jij je uit tegenover andere mensen. En zoals ik zei, dat kan ook op jobgerelateerd vlak zijn. Kan ook de online wereld zijn. Dus ben jij iemand die online business doet, dan denk ik dat je je business online wat zult herbekijken. Wat meer structuur eventueel in aanbrengen. En ook hoe dat jij je communiceert naar de buitenwereld. Ik denk dat er daar wat meer discipline zelfs zal in komen. Ik denk ook dat jij daardoor in de long run, binnen de 2 jaar, wat meer financieel succes kunt krijgen. Een ander aspect is ook kleinkinderen voor zij die aan de leeftijd zijn om kleinkinderen te kunnen krijgen. Dan kan dat zeer positief ook zijn voor de volgende 2 jaar. En dan denk ik dat jij vrij druk zal hebben. Dat jij vaak op en af zult gaan, van links naar rechts, thuis, naar de kleinkinderen enzovoort enzovoort. Om te helpen, om ze te zien.
Algemeen denk ik ook voor jullie steenbok is dat je een manier hoe dat jij vroeger naar jezelf kijkt of keek, zal veranderen. Dus je manier van kijken, hoe jij wenst over te komen naar anderen en hoe jij je visie naar jezelf hebt, kan nu momenteel de volgende 2 jaar ook mooi veranderen. Hè? Omdat jouw vierde huis wordt belicht, ook, dan zie ik ook dat sommige steenbokken kunnen verhuizen. Dat kan ook wel voorvallen. Maar algemeen, het belangrijkste voor jullie zal zijn, en gelijk welke onderneming jij nu aangaat de volgende 2 jaar, en dan denk ik wel jobgerelateerd, is dat je enorm veel succes kunt verkrijgen. Dus een zeer krachtige transit uiteraard, hè, die jammer genoeg een beetje onderbelicht blijft of bleef. Zo, ik zal het astrologisch luik hier afronden. Ik hoop dat deze boodschappen daarvan toch ietsje resoneerden voor jullie. Dat je daar toch wel bepaalde dingen kunt uithalen. Hè? Ik ga heel graag over naar de tarotlezing zelf. Misschien voor degenen die nieuw zijn, algemeen nog eens welgekomen. Iets heel korts over mijzelf. Ik ben tweetalig. Ik ben zowel Vlaams als Engelstalig. En tijdens een lezing connecteer ik luid op in het Engels. Dat is mijn manier van werken met mijn kaarten. Je zult mij gewoon wat Engels horen spreken. De meeste van mijn kaarten zijn ook Engelstalige kaarten. Ik zal deze direct vertalen en verklaren voor jullie. Ik begin de lezing altijd met enkele orakelkaarten. Die leggen zo heel mooi de basis. Ik heb verschillende decks hier voor mij liggen die ik daarvoor gebruik. Die zijn allemaal op voorhand geshuffeld geweest, maar ik doe dit off-camera, het duurt te lang anders. Dus daaruit komen mooie boodschappen en daarna spring ik direct over naar de tarotkaarten zelf. Goed, slokje water en we beginnen eraan. Alright, here we go. Show me what I need to know, please. Thank you. 2 kaarten. Ik heb blessings and opportunity. Ja, dat staat 100% bij met wat ik daarnet al zei. Hè. Je bent een periode tegemoet aan het komen waarbij dat jij veel opportuniteiten, openingen, mogelijkheden zult krijgen. Die zullen leiden tot heel veel succes voor jullie. En die blessings gaan over succes. Dus deze kaart, blessings, dat is echt van, ja kijk, de vruchten ga ik van de bomen kunnen plukken. Hè. Het zal een periode zijn van succes, van bloesems. Je ziet, de bloesems staan hier om te tonen van, uw zaken zijn aan het groeien. Hè. Er komen heel veel opportuniteiten op jouw pad momenteel. En de volgende 2 jaar sowieso. Opportuniteit staat ook voor een nieuwe start, als het ware, een nieuwe intentie. Ik denk dat jij nu dit, vanaf dit moment, als je daar nog niet aan iets bezig was zelfs, dat jij nu alvast de intentie kunt zetten. Hè? We hebben net de 8e geleden, hebben we net een nieuwe maan gehad. Zeer goede periode altijd om nieuwe intenties te zetten, zodanig dat je iets kunt vooruit gaan, iets kunt starten in het leven. Hè? Dus. Alright. Show me what else we need to know, please, for Capricorn. Show me what we need to know, please, for Capricorn, please. Thank you. Ach, er nog één gedraaid. Oké. Ja, de Gentle Gardener, nummer 2. Nummer 2 staat voor een keuze die jij aan het maken bent. En de Gentle Gardener staat voor geduld te hebben. Geduld bij je keuzes zullen belangrijk zijn. Je ziet hier als het ware ook een oude wijze vrouw, hè? Die wijsheid van Saturnus. En Saturnus vraagt om planmatig teweeg te gaan. En dan natuurlijk ook aan ons om wat meer geduld te hebben in ons leven als wij iets begonnen zijn. Dus ja, zeker, ik zeg het, de volgende 2 jaar kan jij, als jij eens, moet echt eens terugkijken, de 94, 96, als jij toen ook eventueel hebt moeten geduld hebben met een project die jij gestart was, al dan niet, het kan gewoon terugkeren. Maar omdat ik hier die Gentle Gardener krijg, je ziet hier zo, als het ware, elfjes zitten op een ei. En die zijn aan het wachten tot als het ei uitkomt. Ik denk dat ze lang zullen moeten wachten. Maar de kaart geeft gewoon aan dat je geduld zult moeten hebben bij bepaalde keuzes die je maakt en je wijsheid gebruiken en je planmatigheid. Dat is ook een kaart van plannen, vooruit plannen, hè, op een gestructureerde manier. Ik herhaal me, maar kan er niet aan doen dat dezelfde kaart eruit valt, hè.
Ik heb de Wishing Well ook. Zeer mooi. Kaart 4-8. 4-8 is 12, herleidt tot 3. 3 is creatief out of the box gaan denken. Dus een periode waarin dan uw wensen zelfs kunnen waarkomen. Waarom? Omdat jij 1 planmatig aan het werken bent en 2 out of the box aan het denken bent. Creatief op andere manieren met zaken voor te zetten. Zeer mooie combinatie die twee. Creatief zijn en dan planmatig die structuur eronder brengen, zodanig dat je nog meer uit de box kan denken en nog meer momentum kunt creëren in jouw leven en nog meer een hoop en een droom kunt laten waarkomen, wat dat jij dan ook wenst. Hè? Je ziet hier de wishing well, a penny, drop in, en dan komt een wens tot vervulling. Hè? Maar stap voor stap. Hè? Ik denk, je geduld zal ook beloond worden. Planeet Saturnus is een planeet die jou beloont ook nadien. Wanneer jij iets mooi geordend op een praktische manier gedaan hebt. Het is een planeet die beloningen brengt, omdat we geduld gehad hebben. Oké. We gaan over naar het volgende deck. Show me what we need to know, please. Capricorn. Thank you. Anything else, please? Thank you. Oké, allereerste kaart. De spring card. See your seeds grow. Ja, ik zei het, hè. Moment van nieuwe investeringen, van nieuwe opportuniteiten, van nieuwe mogelijkheden. Moment wanneer je het zaadje in de grond als het ware plant. Hè. En dan eigenlijk kunt wachten, geduldig wachten tot als het ontpopt, tot als er bloesems, er bomen, takken komen en er bloesems aan de bomen komen. Hè. Dus het is eigenlijk hetzelfde als de nieuwe maan. En met de nieuwe maan zetten we de nieuwe intenties om daaruit dan te kunnen oogsten nadien. En het kan zijn, zelfs de springkaart, we zijn nu in de lente, dat we nu momenteel echt wel in deze periode zitten waarin dat jullie kunnen van start gaan met iets nieuws, met een nieuw project die betrekking heeft tot jouw hoop en jouw dromen, liefste Steenbok. Wauw. ik heb ook de Spirit Fox. Trust your talent in changing times. Dus vertrouw op jouw talent. In tijden van verandering. Nu, we zitten sowieso in woelige mondiale wereldse tijden. We zijn helaas in tijden van oorlog, maar dit kan intern ook bij ons teweeg komen. Wij kunnen daar eventueel zelfs wat angstig van zijn naar de toekomst ook toe. Vertrouw op jouw talenten, liefste Steenbok. Jouw talenten, hè, zeker in deze veranderende tijden. Jouw talenten zullen sowieso jou begeleiden en in jouw weg waar je dient heen te gaan. Hè. En dat kan op gelijk welk front zijn. Hè. Dus vertrouw op jouw talenten. Oké, de haren van mijn kat hangen aan mij. Oh, sorry hoor. Ik heb nog 1 orakeldek voor we overgaan naar de tarotkaarten zelf. Niets lastiger dan al dat haar van die kat. Alright, here we go. Show me one more, please. One card. One message. For Capricorn, please. Thank you. Sterrenijs. Ik laat je genieten. Ja, Sterrenijs. Ga hem eerst eens tonen. En dan zal ik hem lezen voor jullie. Sterrenijs. Ik laat je genieten. Beleef alles alsof het de eerste keer is en gebruik al je zintuigen. Ruik, proef ze, luister en voel met aandacht. Een wereld vol wonderen zal voor je opengaan. Zeer mooie kaart. Ja, wat meer vertrouwen in die zintuigen van onze. Dat is algemeen een boodschap voor iedereen, denk ik dan. Goed, wij gaan over naar de tarotkaart. Ik neem ook daar terug algemene boodschappen voor jullie. Het zijn kaarten die eruit flippen en daarna zal ik ze tonen aan jullie en dan nog eens verklaren met een tweede deck. Here we go. Okay, show me what I need to know, please. Thank you. For Capricorn, any general messages, please. Show me what I need to know. What else do you need to know, please? Any general messages for Capricorn? General messages, thank you. Any general messages, please? Anything else for Capricorn? Thank you. Thank you. All right. Wowie. Okay. Yeah. And the keuze ligt hier al voor mij. And the 8. And the hangman. Okay.
Ja, ik heb hier gewoon een allereerste kaart. Dat is een kaart van obstakels die jij aan het overwinnen bent, eventueel op mentaal vlak. Dus kom jij op een bepaald moment waarin dat je ja, voelt dat je eventjes vastzit of zo, het kan, hè. Dus we kunnen dit allemaal hebben. Dan weet dat jij wel de kracht zult hebben om dit te overwinnen ook, om dit te overkomen, om verder te kunnen gaan, hè. Het is een kracht van bepaalde obstakels, een kaart van bepaalde obstakels te overkomen op mentaal gebied. Ik zie ook dat je op weg bent hier naar die negende, van zwaarden. Hè. Die negen van zwaarden kan zelfs bijna naar een droom, een hoop gaan dat je op weg naartoe bent. Negen van zwaarden is ook bijna iets afronden van het verleden. Hè. Ik heb de hangman. Ik denk door een bepaalde blik te hebben op bepaalde situatie in jouw leven, dat je enorm veel andere mogelijkheden zult aantrekken. Dus neem nu een voorbeeld. Je bent een ondernemer en jij hebt een manier van, of je website bijvoorbeeld, zet jij online en zo trek jij klanten aan. En op een gegeven moment zeg jij toch, ja maar kijk, mijn online gegeven, ik zal daar toch eens wat veranderingen aan brengen. Het is een moment dat ik precies, ja, er begin anders naartoe te kijken. Jij brengt veranderingen aan en vanaf dan, boom, alles begint vooruit te gaan. Hè. Dus dat is eigenlijk het uw derde huis van communicatie, zoals ik al zei. Is belicht momenteel, waardoor jij andere zaken aan het aanbrengen bent en waardoor jij een andere blik begint te hebben op bepaalde zaken in jouw leven. Door even stil te staan, door even tijd te nemen en bepaalde zaken te herbekijken, daarover spreekt deze kaart, trek jij enorm veel nieuwe mogelijkheden aan in jouw leven. Ja, het ligt onder die kaart van opportunity. Dus door die persoon hangt, hè. Zij heeft zichzelf daar gehangen om als het ware de wereld van op een ander standpunt te bekijken. Hè. Door anders te kijken naar zaken, creëer je veel mogelijkheden. En die vele mogelijkheden kunnen waarschijnlijk wel leiden tot een keuze. Ja. Deze kaart spreekt echt, dat is een tweelingkaart, maar deze kaart spreekt echt over een bepaalde keuze die jij waarschijnlijk dient te maken. Hè. De twee zwaarden staan voor de keuze. Ik denk hier ook, je hebt de maan. Hè. Het kan waarschijnlijk zijn, het is een nieuwe maan. Het kan zijn met een nieuw project dat je wenst te starten, maar de kaart kan ook gaan dat jij je intuïtie dient in te tappen, zal ik maar zeggen. Een mooie balans maken tussen hoofd en hart als jij een beslissing dient te nemen. En ik denk ook bij gelijk welke beslissing dat je waarschijnlijk wat rustig zult moeten zijn. Ik denk, ik gebruik het vaak, maar Rome is niet in één dag gebouwd. En dit kan in dit geval wel waar zijn. Hè. Ligt onder die kaart van de Gentle Gardener. Hè. Dus op een wijze manier, op een rustige, planmatige manier een beslissing maken. En kijk wat er gebeurt. Je hebt de kaart 2. En deze kaart is ook nummer 2. Two of Swords. Dus je hebt twee keer 2 die onder elkaar liggen. Dus het is duidelijk dat die kaarten moeten overcorreleren met elkaar. Een duidelijke boodschap hebben. Hè. Ik heb ook de King of Wands. Dat ligt onder die wishing well. Vind ik zeer mooi om te zien. Want de King of Wands is een zeer geïnspireerde, passionele koning. Die achter zijn doula gaat. Dat is zo'n beetje die Mars-energie. Maar de kaart is een leeuwkaart. De zon schijnt. De zon staat uit. Dus alles wat hij onderneemt zal momentum creëren. Zal vooruitgang boeken. Zal succes boeken onder andere ook. Hij zal enorm veel mooie bloemetjes kunnen oogsten. Hè? Dus daarover gaat deze energie. Hè? Ook daar spreekt die energie. Een koning spreekt ook over die wijze kennis, als het ware. Hè? Wijze kennis met betrekking tot jouw passiegerichte ondernemingen, waar je wenst voor te gaan in het leven. Hè? Wat dan jouw doel, jouw dromen, jouw wensen is. Hè? Deze wordt hier nu belicht. Hè? En die wijsheid krijg ik hier continu tussen. Hè? Die openheid, die open visie die jij aan het creëren bent. Ik denk dat er een moment is dat jij je creativiteit ook aan het implementeren bent in jouw leven. Of dat je gewoon algemeen meer creatief momenteel nu bent. En dan sluit ik af met twee mooie kaarten. Ik heb de Justice kaart voor jullie. De Justice kaart spreekt al bijna over, in het Engels zeggen ze, justice has been served. Dus er is iets correct getrokken, als het ware. Er wordt iets terug geherbalanceerd in jouw leven, waardoor er terug... En dit komt eigenlijk omdat er een bepaalde waarheid naar boven gekomen is.
één misschien in jouw visie. Je krijgt een nieuwe visie, waardoor dat bepaalde dingen meer duidelijk zijn. Meer duidelijk over welke richting je dient uit te gaan, welke beslissing je dient te nemen. En hoe je meer balans terug in jouw leven kunt creëren. Ik vind de Justice kaart is altijd zelfs, als jij dit niet doet, zal het universum bijna doen voor jou. Hè? Het is een zeer universele kaart ook, hè? Een zeer gerechtigheidskaart. Hè? Wat correct is, dient gedaan te worden. Doe jij het niet, zal het voor jou gebeuren. Maar een balans moet er sowieso komen. Dus ja, als dat onder die kaart ligt van See Your Seeds Grow, dan denk ik gewoon algemeen dat jij, als je dat zaadje plant met iets nieuws, dat dat enorm veel opportuniteit en balans met zich meebrengt. Waarom? Omdat het zeer correct is wat je aan het doen bent. En ik denk dat het enorm aligneert met wie jij bent. Ik heb de Ace of Pentacles, dus dan zie ik dat je iets nieuws aan het ondernemen bent. Dit is een Ace, is een nieuw pad, een nieuw avontuur, een nieuwe mogelijkheid, hè. Ik spreek over mogelijkheden. Ik had het al aangegeven. Er liggen heel veel mogelijkheden voor jullie klaar. En de Ace of Pentacles. De Pentacles spreekt over money. Money, materiële zaken. Nieuwe job, nieuwe carrière. Nieuw huis, nieuwe auto. Noem maar op. Alles dat materieel is. Een nieuw project starten. Een nieuwe investering bijvoorbeeld. Waarbij dat jij waarschijnlijk jouw talenten zal kunnen goed inzetten. Goed, we gaan de kaarten verklaren. Zodat ik nog wat meer boodschappen krijgen. Alright. Clarify the Eight of Swords, please. Thank you. Ja, ja. En de Five of Pentacles. Nu, die twee kaarten op elkaar tonen voor mij aan, is dat er verandering komt op financieel vlak bij jou. Waar dat je het misschien moeilijk gehad hebt in het verleden, en de blessingskaart erbij, dan kom jij nu naar een heel vruchtbare, vruchtvolle, succesvolle periode, waarin dat er nu verandering aan zit te komen op financieel vlak. Dat is algemeen. Met die twee kaarten op elkaar. Het spreekt ook over moeilijke tijden die gewoon gemakkelijker nu momenteel zullen worden. Hoe is iets anders? Hè? Dat is door hard werk en niet op te geven. Het is ook een mindset die aan het veranderen is. Hè? Uw mindset van negatief, want de Eight of Swords is van negatiever, is aan het veranderen naar een positievere mindset. En vanaf dit gebeurt, komt er verandering op jouw pad. De Hangman. Hoppa. En de Three of Pentacles. Nu ja, die opportuniteiten kunnen zijn dus echt wel op werkvlak. Hè, dat je gaat samenwerken met andere mensen. Dit kan echt wel zijn. Het kan ook zijn dat andere mensen jou zullen ondersteunen op werkvlak. Op jobcarrièrevlak, nieuwe intenties die je aan het zetten bent. De Three of Pentacles is een kaart van teamwork. Het is ook een kaart van iets leren. Dus als jij je even hier stilstaat en jij zegt tegen jezelf, ik wil eens kijken wat ik nog meer kan doen, dan ben jij iets aan het leren, dan ben je iets aan het ondernemen. Dan ben jij creatief, een beetje zelfs out of the box aan het denken. Daarover gaan deze kaarten. Two of Swords, please. Clarify. And the Page of Swords. Wow. Dat is nice, hè? Ja, bij een beslissing dat jij zal maken, zal jij bepaalde informatie krijgen. Zal jij nieuwe informatie krijgen? Ik kan niet zien van wie. Ik kan wel zien dat je nieuwe informatie krijgt. Dat er nieuwe ideeën zullen komen die jou zullen ondersteunen om een bepaalde beslissing te maken in jouw leven. En als je die page hebt, dat is één zwaard. Dus die page doet jou kiezen, doet jou hier één zwaard uitkiezen alvast. Hè? En het andere zwaard los te laten. En dat is die keuze dat jij waarschijnlijk maakt. Je ziet hier ook die twee personen. Hè? Ene persoon of de andere persoon. Vandaar dat dat een tweelingkaart is. Hè? Dus de keuze wordt gemaakt met behulp van informatie die op jouw pad zal komen. Hè? Het kan ook zijn dat jij informatie krijgt van een wat oudere persoon ook. Dit kan ook. Een oudere, wijzere persoon. Ik zit aan die Saturnus-energie te denken. Ik zie hier ook op die Gentle Gardener. Je weet wel, hier die oude, wijze persoon die hier staat, kan ook. Ja, oké. Okay. King of Wands, please. Hoppa. En de Hierophant. Wauw, de Hierophant op de King of Swords. Wauw, even nadenken. Ja, ik denk dat jij een soort van een innerlijke
innerlijke wijsheid of zo aan het verkrijgen bent. Wishing Well, Hierophant, speciaal. Hierophant is echt wel een kaart die... Dat is een vrij spirituele kaart ook wel. Ja, en dat is die innerlijke wijsheid door een connectie te maken met al uw zintuigen zelfs. Als wij... Ik weet ook, een van onze zintuigen is onderbelicht en dat is onze intuïtie. Dus als wij zelfs connectie maken met onze intuïtie, dan gebruik je nog een extra zintuig. En dan heb jij een spirituele connectie als het ware gemaakt. Hè? En daarover spreekt de Hierofant. Dus dat je dan met structuur iets kan implementeren in jouw leven. Waarvoor jij ook passie hebt en waardoor een wens kan uitkomen. Daarover spreken deze drie kaarten alvast. De Hierofant vraagt ook om vertrouwen te hebben. Hè? Vertrouwen in jouzelf, in jouw eigen talenten, in jouw eigen... ik heb het hier al bij de Spirit Fox, heeft dit ook... En in al jouw zintuigen. Een van die zintuigen, zoals ik net zei, is jouw intuïtie. De Hierofant spreekt ook over niet opgeven. Hè? Dus op koers blijven. Als je iets start, geef niet op. Hè? Zeker de volgende 2 jaar niet. Ik weet, het klinkt lang, maar ik ben gewoon bezig aan het denken over die Saturnusse energie die ons nadien zal belonen. Dus geef niet op, vertrouw in jouzelf en gebruik al jouw zintuigen. Oké, Justice card please. Ja, en dan kom je naar de Ten of Pentacles. Ja, de Ten of Pentacles, dat is echt een kaart, dat is als... Bam, ik heb het gemaakt. Ik ben er eindelijk. Ik heb iets afgerond. Ik heb er lang voor gewerkt. Eindelijk kan ik naar het volgende hoofdstuk bij wijze van spreken. Maar het is terug een kaart van financiën. Dus kan zijn, dat is zo breed dan voor iedereen. Hè. Maar sowieso spreek het over een zeer stabiele... periode die er echt wel aankomt voor jullie. Ik kan het niet uitvinden, maar de Justice card en dan de Ten of Pentacles, dat is zo precies van voor de steenbokken die het niet zo gemakkelijk hebben gehad, eventueel op job of carrière of financieel vlak, dan kan deze kaart echt wel aangeven, samen met de Justice card, is dat er iets gehercorrigeerd wordt in jouw leven, waardoor dat je meer balans en meer succes terug zult hebben op financieel gebied. Die Pentacles spreken over het financiële, het materiële in jouw leven. Uw lange termijnvisie wordt daar ook in aangesproken. Hè. Dat is zelfs bij sommigen, kan het zelfs een erfenis zijn die hier uit de lucht komt gevallen bij die tin met die Justice card erbij. Kan echt wel hoor. En die Pentacles zijn zo zwaar aanwezig hier zeker. In het begin ook al 3 Pentacles, hier ook. En de laatste kaart, die Ace of Pentacles, een volledig nieuw begin op materieel gebied in jouw leven. Ace of Pentacles, clarify. Thank you. Hoppa, en nog eens 10. Ja, dat kan ik niet uitvinden. En de 10 of Cups. Dus het kaartje toont het zelf al. Een regenboog met allemaal bekertjes en mensen die hier gelukkig onder staan. Een gezinnetje die gelukkig is. Nu, je moet dat niet zo letterlijk nemen. De kaart spreekt daar ook over. Dat is emotioneel dat jij iets kan afronden van het verleden, waardoor dat jij een nieuw pad kunt aangaan, een nieuw begin, een nieuw hoofdstuk kunt gaan. Dat is echt dromen die in vervulling aan het komen zijn. Hè? Wat dat jij wenst, hè? Omdat je niet opgeeft ergens wel. Hè? Stap voor stap dat zaadje implementeren. Hè? Keuze maken, die zal belangrijk zijn voor jou. En dan tal van mogelijkheden binnenin jouw verschiet. Liefste Steenbok, wat een schone, mooie, prachtige lezing opnieuw. Ik hoop dat deze boodschappen voor jullie toch alvast een beetje resoneren. Dan mag je zeker op de like-button klikken. Je mag ook eventueel abonneren als je mijn soort van lezingen leuk vindt, als je dat nog niet gedaan had. En ook eventueel op het belletje klikken, dan kan je telkens op de hoogte gebracht worden van nieuwe video's van mij. Ik wens er bij deze video nog iets kort aan te koppelen, als jullie nog aan het luisteren zijn... Ik sta volgende week zondag, 21 april, misschien kun je die datum noteren, werd ik eenmalig gevraagd op de Giga Happening. Dat is een spirituele beurs waar tal van workshops zijn en standhouders.
Ze hebben mij gevraagd of ik er een dagje wou ook aanwezig zijn met mijn kaarten om private readings of lezingen te voorzien voor de mensen. De inkom is gratis en de informatie kan je vinden onder mijn video. Dus als je klikt op meer onder mijn video, dan ga je naar de beschrijving. Je doet dit open en dan scroll je helemaal naar beneden. Ik heb een klein tekstje erbij gevoegd en dan onderaan het tekstje vind je een kleine link die je doorverwijst naar Facebook. Op Facebook is een evenement aangemaakt van de Giga Happening. En daar vind je alle informatie, wat er te vinden is en waar het ook is. Het is van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds en het is in Torhout in West-Vlaanderen. Ik ben mij zeker bewust dat niet iedereen aanwezig zal kunnen zijn. Het is waarschijnlijk te ver voor sommigen. Maar ik hoop althans enkele onder jullie te kunnen ontmoeten. Voor nu wens ik jullie van harte te bedanken voor deze video om te kijken. En dan hopelijk tot de volgende keer. Liefste Steenbok, dag!